Wat word jij later? Ja, of je nu al een baan hebt of niet, vraag me oprecht als wij straks met z'n tweetjes elkaar weer zien over tien jaar, waar we dan staan. Zelf zit ik nu in mijn eindexamenjaar en moet ik een studiekeuze maken. Ik ervaar school als een soort van loopband, maar dan wel als eentje die steeds sneller en sneller en sneller gaat. En in het begin lukt het me nog wel om daar staan op te, mezelf staande te houden. Maar na een tijdje kukkel ik er ook maar van af. Dit is vooral door de prestatiecultuur die hier heerst. Het is als een soort van leidend vuur dat ons van binnenuit verteert en ons helemaal verbrandt totdat we helemaal burnt out zijn. Want school leert ons hoe hoger hoe beter. Faal je is dat jouw mislukking, is dat jouw verantwoordelijkheid. Dus dan is het niet eens gek dat zo'n 1 op de vier jongeren volgens de GGD wel eens denkt aan zelfmoord vanwege schoolstress. Dus ik sta hier vandaag namens al die leerlingen die zowat geen zin meer hebben en gewoon scheid aan de regels hebben. Ik wil later op de arbeidsmarkt gewoon geen geldmakende machine zijn, maar daar gewoon staan als wie ik ben. En zoals een lijn vuur en brandstof nodig heeft. Om te blijven branden heeft zo'n schoolsysteem ons als leerlingen nodig. Dus laten wij met z'n allen het tij keren in deze duisternis. En laten we het systeem veranderen. Want in principe is dat huidige systeem toch ook gemaakt door mensen als jij en ik. Want de wereld zou gewoon zo'n mooiere plek zijn. als scholen meer zouden focussen op wie wij zijn dan slechts onze cijfers en resultaten. Dus ga vooral ook. Je dromen en aspiraties na. En dan komt het vanzelf wel echt goed. Want of je later nou journalist, neuroloog of professioneel putjeschepper wordt, het is echt allemaal goed. Dus hé, hey, wat wordt jij later? Als je die vraag aan mij stelt. Joost mag het weten. Maar ik hoef eigenlijk niet eens te weten wat ik later word. Ik wil veel liever weten wie ik nu ben. Dank jullie wel.